Het lijkt me het beste dat je begint met Werby en Olsen. Ja. Die spreken Nederlands. Ja. Dat kan je aan. Ah, ja. En ik wil graag weten of na deze generatie van Deense topvoetballers... Ja. ...er een, nu een nieuwe generatie van jonge Deense topspelers staat te trappelen. Oké? Okidoo hoor, chef. Eén ding. Ja. Niet dat eeuwige gegiegel, dat gegeit met die spelers, hè? Okidoo. Serieus sport. Een vraaggesprek. Nou, even beginnen met jou. Jesper, jij wil weg, hè, bij Manchester United. Je wil weg? Ja, jij wil weg. Nou, nee, hij wil niet weg. Nee? Hij moet weg. Nee, hij zit. Ik weet het nog niet, maar ik probeer weg te gaan. Ja. Oh, ja. Zal dat lukken, hè, denk je? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik, dat hoop ik, ja. Ga jij naar Roma? Nou, ik ga niet meer verhuizen en die shirtjes staan me helemaal niet. Nee? In Rome. Nee, die shirtjes, man. Lelijke shirtjes? Lelijke shirtjes. Ja. Ja. Bijna publiek ook. Weinig verdienen ook? Weinig verdienen ook, oh, dat is niks. Is niks, hè, in Rome, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar vies stadje. Is niks, hè, Rome? Nah. Weinig historie op dat. Eindhoven leuker, hè? Ja, natuurlijk. Een Robbeke winnaar. Wat wil je dan meer, joh? Nog even over de Europacup finale, hè, Larry? Want het was niks, hè? In Stuttgart, hè? Wat lul je nou stom, man? Wat lul je nou stom? Het was echt niks. Nee, je hebt niet zoveel. Ik kan me nergens vertonen, ja, in Europa. Ze beginnen allemaal over. Het was vreselijk daar met PSV. Nou, dan moet je zeggen, de beker staat wel in Eindhoven. Met die gouden oren. Moet ik dat zeggen? Ja. Tegen mijn dassen zeggen van Real Madrid. Ja? Waar het bekertje staat? Waar staat die beker? Ja. Eén slechte wedstrijd mag toch? Ja, maar het was wel heel erg slecht. Ja, als je, wat doe je nou als je de tweede helft drie doelpunten maakt? Wat dan? Je hebt, en hun hebben niet één kans gehad. Nee. Nou. Dat is waar. Maar ja, goed, het is niet normaal te zien. Nee, oké, maar wanneer is het, daar heb je ook twee ploegen voor nodig. Dat je Benfica hebt niet één keer. Ja, daar waren jullie er één van, het was niks. Ja, ga dan weg, joh. We hebben toch alles geprobeerd. En we hebben ook de kansen, maar het moet wel in de mandje. Ja, het ging niet in het mandje. Nee. Je zat te slapen, hoe dan? Oh, je hebt de wedstrijd niet eens gezien. Wel, van je handen dat ik in slaap viel. Toevallig heb je helemaal nooit verstand van voetbal gehad. Dat is waar. Je hebt een gevoel in je poten, zeg. Het is volkomen juist. Ja, zo, hartelijk bedankt. Komt je hem nog weer in een proces? Harry, je zou niet geiten. Ja, maar als Larry lacht, lacht ik toch wel mee. Ja, maar we hadden dat afgesproken. Dat interviewtechniek leg ik je nog wel een keer uit.